Binnen Fujitsu praten we eigenlijk al heel lang in onze mission statement. Is eigenlijk de maatschappij als geheel opgenomen. En onze hele visie, missie, is ontwikkeld op het tot stand brengen van een betere, mooiere, digitale maatschappij. En daarin ook de effecten voor ieder individu tot uitdrukking te laten komen. En hoe doe je dat precies? Is dat met hardware, software, services, modellen? Want jullie hebben natuurlijk een breed aanbod. Ja, Fujitsu heeft een enorm portfolio. Leuk vandaag in de keynote speech was dat men niet meer wilde praten over projecten binnen Gartner, maar over producten. Waarin ze eigenlijk ook services als een product aanduiden met specificaties en benefits voor eindklanten. Binnen Fujitsu leveren we een heel breed gamma van IT, hardware. Met een uitgebreide set dienstverlening eromheen op het gebied van outsourcing, IT-dienstverlening, noem maar op. Wat is de belangrijkste factor in het laten slagen van de digitale transformatie voor organisaties? Ja, ik denk dat als je daarover nadenkt, en we hebben dat in de praktijk veel gezien, dat dat toch uiteindelijk neerkomt op adoptie. Het is essentieel als je in een digitaal transformatietraject zit, dat eindgebruikers uiteindelijk de nieuwe technologie gaan accepteren en gaan gebruiken en ook de benefits zien in hun dagelijkse werkwijze van het omgaan met die nieuwe digitale technologie. Steeds vaker wordt gesproken over de menselijke kant van IT, bijvoorbeeld samenwerking in teams, work, life balance, overwinnen van weerstand, etc. Krijgt die menselijke kant in jullie ervaring in de praktijk ook voldoende aandacht bij IT-projecten? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het heel goed aansluit bij de visie die Fujitsu heeft. Human-centric innovation is iets wat wij over langere tijd voeren in ons portfolio. Waar we echt de mens centraal zetten en de technologie en de services daaromheen laten functioneren, zeg maar, uiteindelijk. Dus op die manier geven wij invulling aan dat verhaal.